Bij het geven van adviezen wordt er niet alleen ingegaan op de werkplek zelf, maar ook op de omgeving en het gedrag van de medewerker. Bijvoorbeeld door het afwisselen van houdingen en het bewegen stimuleren. Een ergotherapeut kan ook ondersteunen bij het weer opbouwen van werkzaamheden na bijvoorbeeld een ongeluk. Samen met een medewerker ga je praktisch aan de slag. Ook geef je voorlichting hoe geldende wet en regelgeving van invloed kan zijn op de werknemer. Bij preventie en reïntegratie zijn veel professionals betrokken. Samenwerking met deze professionals staat dan ook centraal. Bij deze persoon is de reïntegratie gelukt. Lijkt het jou leuk om bezig te zijn met mensen aan het werk brengen en houden? Dan is ergotherapie iets voor jou.